Hey hoi, je kijkt naar een filmpje over Redox voor VWO-leerlingen. Het is een overzichtsfilmpje, dus ik denk dat je naar kijkt omdat je morgen een toets hebt... of binnenkort examen moet doen, dus dat je al wel het een en ander van Redox weet. Als je zometeen denkt het gaat allemaal veel te snel, kijk dan op scheikundehvwo.nl... ...want daar kun je van alle onderwerpen uitgebreidere uitlegfilmpjes en oefenopgaven vinden. Dan begin ik even met de 10 tips in beeld... Misschien heb je ze wel eens vaker gezien. Hou wel even rekening mee. Zorg bij, vooral bij reacties op dat de reacties en halfreacties moeten kloppen. Ook wat lading betreft. Dus dezelfde totale lading links en rechts van de pijl. Nou, even snel wat definities, die je vast al wel kent. Een reductor staat de elektronen af. De elektronen staan rechts van de pijl. Oxidator neemt ze op, en dan staan de elektronen links van de pijl. Een bekend voorbeeld is de reactie tussen Jood en tiersulfaat. Die staat hier, waarbij jood I2 als oxidator reageert. En dit ding heet thiosulfaat als reductie reageert. En er staan de elektronen dus rechts. Tellen we ze op in de totale reactie, of reactie, dan vallen de elektronen altijd weg. Nou, deze wordt veel bij titraties gebruikt. Die komen verder in dit filmpje niet voor. Daar heb ik wel andere filmpjes over gemaakt. Maar dat is eigenlijk gewoon een toepassing van Redelingsreacties en molsommetjes titreren. Wat je wel moet weten is het herkennen van een redingsreactie. Nou, het vrijheidsbeeld is bijvoorbeeld nogal groen geworden, dat toch van koper is gemaakt. Dat uh, komt door deze reactie. En dan moet je kunnen uitleggen of het wel of geen redoxreactie is. Nou, hoe doe je dat? Je gaat op zoek naar deeltjes die van lading veranderen. We zien hier koper staan, is eentje, dus het heeft geen lading. Maar na de pijl hebben we koper met 2 or minder eraan vast. Dus dan moet dat koper hier wel een 2-lading hebben. En ook in deze stof, de carbonaat is ook 2 is het koper 2 Dus schrijf het ook op, hè? koper gaat van geen lading naar een 2 lading. Dat kan alleen maar als die elektronen heeft afgestaan, 2 om precies te zijn, en dus reageert het als reductor. Het is niet een reductor, ja het is het ook zo, maar het reageert er als reductor. Dat moet je uitleggen. En de conclusie, dus dit is een redox Beantwoord dit soort vragen niet te vaag. Zeg niet er is elektronenoverdracht, dus redox. Dat klinkt veel te veel als een gok. Maar zeg echt welke deeltjes van de lading veranderen en of ze dan als oxidaat of reductie reageren. En trek een conclusie. Nou, hoe staat het nou in BINAS? Nog even heel kort die uh, halfreactie die in BINAS staat. Daar uh, staat nog een getalletje achter. Ik moet het nog even noemen: de standaard elektrodenpotentiaal. Dat is gewoon een getal wat aangeeft. Hoe sterk een oxidator is en hoe sterk een reductor is. Staat er nou een heel groot getal, een positief getal, dan is de oxidator heel sterk. Eh, staat er een negatief getal, en hoe nou ja, lager het getal is, dus eh, min 3 is lager dan min 2, zeg maar, dan heb je een hele sterke reductor. Nou, je weet natuurlijk wel, in BINA staat de sterkste oxidator bovenaan, de sterkste reductor onderaan. Dus eigenlijk spreekt het voor zich. Maar goed, het woord moet je, moet je officieel kennen. Dus ik noem het ook nog even in dit filmpje. Een belangrijke toepassing is de elektrochemische cel of batterij. En dat is eigenlijk een manier om de energie die vrijkomt bij een redoxreactie om te zetten in elektrische energie, dus om elektriciteit te maken. Nou, wat is daarvoor nodig? Dat de oxidator en de reductor elkaar niet rechtstreeks tegenkomen. Want je wil dat de elektronen door een draadje van de reductor naar de oxidator gaan. Heb je elektronen die door een draadje bewegen, bijvoorbeeld door een lampje, dan gaat het lampje aan. Je moet weten dat de oxidator reageert aan de positieve elektrode. Eigenlijk wordt de elektrode positief omdat de oxidator elektronen opneemt van de elektrode, die daardoor positief wordt. En de reductor staat elektronen af aan de negatieve elektrode. Dus de elektrode wordt daarom negatief. En de oxidator- en de reacties zijn de oorzaak en de plus- en min worden van de polen zijn het gevolg. Je hebt een stroomkring nodig. En daarvoor is vaak een zoutbrug nodig, van een schoolboeken of een membraan. Belangrijk om even nog te bedenken dat in een oplossing en ook in een zoutbrug ionen kunnen bewegen. En elektronen kunnen niet in die oplossing bewegen, maar wel in de staafjes. Dus als een reductor elektronen afstaat, en hier is zink uh, de reductor, dan wordt het staafje negatief. En de elektronen gaan dan hier naartoe, naar de oxidator. De oxidator is koper 2, plus, die elektronen opneemt en dan koper wordt. Dit wordt in een ander filmpje over de elektrochemische cel uitgebreider uitgelegd. Ander voorbeeldje, ook nog even in beeld: de citroenbatterij. Ken je misschien nog wel van de basisschool? Nou, je kunt het beeld even stilzetten, even rustig doorlezen. Ik heb het even bijgezet om nog even een voorbeeldje van een niet zo'n hele moeilijke batterij erbij te zetten. Gaan wij door naar de brandstofcel. Dat is eigenlijk ook een elektrochemische cel, maar daarbij is zuurstof altijd de oxidator. En de brandstof is de reductor. Nou, het is een elektrochemische cel, dus de oxidator reageert bij de positieve elektrode en de reductor bij de negatieve. Nou, dit plaatje heb ik uit het examen van 2009 geplakt. En we gaan even de vragen die daarbij gesteld worden langs. De eerste vraag was, als glucose hier reageert, glucose is de brandstof, tot onder andere koolstofdioxide, wat is dan de halfreactie? Nou, de vraag is drie punten waard. En dat betekent bij een halfreactie dat je niet in Binas moet gaan opzoeken. En je krijgt geen drie punten voor iets wat Binas overschrijven, maar dat je hem zelf moet gaan bedenken. Nou, Hoe doen we dat? We schrijven eerst even de formules van glucose en CO2 op. En Die moeten in ieder geval in die vergelijking voorkomen. En dan gaan we proberen kloppen te maken. Dan nou, begin ik even met een 6 voor die CO2 te zetten om de C-kloppen te maken. Ja, dan zie je meteen al dat die O niet klopt. Ik heb hier 12 ootjes en maar 6. Dus ik heb een stof nodig die uh, ootjes levert, en dat is water. Geen zuurstof, dat kan hier niet bij komen. En zuurstof reageert ook niet uh, bij als reductor. Dus ik gebruik water om de ootjes bij te doen. Nou, om het waterstof dan kloppend te maken, uh, heb ik die 24 haatjes. 12 hier. En 6 keer 2 is ook 12 daar. Als 24H daar neergezet. En de lading moet gelijk zijn, dus er komen ook 24 elektronen vrij. Dus dit is de andere halfreactie. Nou, er wordt heel vaak ook bijgevraagd: nou, geef die andere halfreactie en de totale reactie. Dat zijn samen twee punten. Dus één punt om de goede inbinders te vinden en één punt om ze goed op te tellen meestal. Nou, de oxidator is zuurstof. Nou, het is een heel licht zuur milieu, dus we nemen deze, de sterkste, met 4a plus en 4a min, dat wordt twee keer water. En dan moet ik ze gaan optellen. Nou, Om dat te kunnen doen, moeten de elektronen gelijk zijn. Hier staan er 4 en daar zijn er 24. Dus die bovenste reactie noem ik 6: op deze manier. En als ik dan optel, dan vallen de elektronen weg. Dan moeten we moeten even kijken of ik nog meer weg kan strepen. Hier heb ik gewoon alles wat links staat, behalve de elektronen, hier voor de pijl gezet. En alles wat de rest staat na de pijl. Maar ik zie wel dat aan beide kanten 24 plusjes staan. Dus weg ermee. Nog een keer kijken. Er staan links 6 waters en rechts 12. Dus ik ga 6 waters wegstrepen. Dan hou ik 6 waters rechts nog over. Want er waren er net 12. Hè? Dat kun je hier nog zien. En wat we hier zien is de vergelijking van de volledige verbranding van glucose. En dus een brandstofcel komt eigenlijk gewoon neer op het verbranden. Maar dan wat ingewikkelder misschien dan gewoon de vitrine. En. Er wordt ook nog eens gezegd van nou, hoe gaan nou welke deeltjes gaan door het membraan? Eh, dat zijn hier H deeltjes. Je kunt hier een beetje een halfreactie zien. Dat ze bij die halfreactie van glucose ontstaan, dan eh, zijn ze rechts van de pijl. Dan krijg je een, eigenlijk een overschot aan H plussen. Aan de andere kant worden ze gebruikt. Hè, dus staan hier links van de pijl. Dus die H gaan vanaf de kant van het waar ze ontstaan. Dus de kant waar glucose reageert, hier links getekend, naar de andere kant. Dus bij dit soort vragen niet kijken naar de min- en de pluspool, maar kijken naar waar de deeltjes ontstaan. En je kunt ook kijken naar nou die oplossingen, die moeten ook neutraal blijven. Dus als daar in één keer een heleboel H+, bij komen, ja, dan is die oplossing natuurlijk niet meer neutraal. Want het aantal negatieve deeltjes verandert niet, dus dan moet die ook naar rechts gaan. Nou, nog even een klein zijstapje. Het kan ook zijn dat je deze halfreactie had. Want je zou kunnen denken, nou PA6,9, zoveel H+, is er misschien niet. Deze kun je ook in binas vinden. Hij is iets minder sterk dan die andere, maar uh, het zou ook kunnen. Nou, als ik ze dan ga optellen, ik laat het even snel zien, dan moet ik weer uh, 24 elektronen maken. Dan kan ik ze weer optellen en dan krijg je de situatie dat er H en OH ontstaat. En die worden samen water. En die ga je dan weer wegstrepen. En we eindigen hier ook weer met de vergelijking van de volledige verbranding van glucose. Gaan we daar elektrolyse? Een paar eigenschappen. Het is een gedwongen redoxreactie. Er is namelijk een spanningsbron nodig, anders doet je het niet. Hier reageert bij de negatieve elektrode de sterkste oxidator. Andersom als bij een brandstofcel, een elektrochemische cel. De sterkste reductor moet hier staan, reageert bij de positieve elektrode. Die elektroden kunnen ook meedoen. Maar ik moet erbij zeggen: koolstof en platen worden vaak gebruikt dat zijn onaantastbare elektroden die doen het niet mee. Twee hele bekende toepassingen: elektrolyse van water kent u vanuit de derde klas, maar ook het opladen van een accu of een batterij zijn toepassingen van elektrolyse. Nou nog heel even de verschillen tussen elektrochemische cel en elektrolyse. Elektrochemische cel levert spanning, dus er is geen spanningsbron nodig. Bij elektrolyse wel. Hier hebben we altijd twee halfcellen, want de oxidator en de reductie mogen elkaar niet tegenkomen. Bij elektrolyse is dat niet nodig. Het is vaak in één ruimte, hoeft niet per se, maar je hoeft er niet twee te hebben. Elektrochemische cel, de oxidator bij de pluspol en de minpool, de reductor. Bij elektrolyse andersom. Dit is exotherm, elektrochemische cel. Energie is nodig, dus endotherm, voor elektrolyse. Elektrochemische cel is een batterij die stroom levert. Elektrolyse, het opladen. Kijk je in BINAS staat bij elektrochemische cel de oxidator hoger en bij de elektrolyse de reductor. De elektronen gaan altijd van reductor naar oxidator. Elektrolyse herken je dus aan de spanningsbron. Nou, nog een paar vraagjes als laatste. Um, komt ook uit het examen van 2005 in dit geval. Um, ik ga er een beetje snel doorheen, dus zet hem al even stil als het te snel gaat. Hier moeten we uh, bij vraag 21 een halve reactie geven aan de. Positieve elektrode en daar ontstaat een stof X. En we moeten raden wat dat is. Nou, bij de positieve elektrode reageert de sterkste reductor. We hebben niet zoveel keuze hier, want er is hier een oplossing van natriumhydroxide en dat zit in natrium plus oramin en water. Dus we moeten met deze deeltjes kijken wat is de sterkste reductor. Nou, dat is niet natrium want er is geen natrium aanwezig, alleen maar natrium plus. Er staat ook in de vraag trouwens nog even onaantastbare elektroden. Ja, dus die kunnen niet meedoen, dat is bijvoorbeeld platina. Deze halfreactie kun je dan uit binas overschrijven. En dan kun je ook meteen de conclusie trekken wat stof X moet zijn, dat moet dan zuurstof zijn. Dus dat moet je ook geen pas antwoord geven, Volgend vraagje was. Uh, je had die andere halfreactie die hier staat met deze stof, nitrobenzeen en water, die moeten hier samen ingeleid worden. In welke molverhouding is dat? Nou, soms denken mensen help, ik moet hier gaan rekenen. Maar dit komt eigenlijk neer op het even optellen van die halfreacties. Dus ik heb hier die halfreactie nog een keer gekopieerd, die daar stond. Dit is de halfreactie van net. Als ik ze op ga tellen, nou, dan kloppen de elektronen al. Daar staan er vier en daar staan er 4. En dan kan ik zeggen, nou hier staat 3 keer water en daar staat 2 keer water. Dus die ga ik wegstrepen, net als net. Dus je kunt hier eigenlijk zien dat nitrobenzeen en water in een molverhouding van 1 op 1 reageren. Nou, er zijn nergens andere plekken waar die het systeem inkomen. Dus die moeten ook als het antwoord in de molverhouding van 1 op 1 worden toegevoegd. Nou, Nog even een rekensommetje. Er komt zo meteen de laatste vraag bij. Eh, daar hebben we de constante van Faraday bij nodig. Te vinden minstens wel 7. Daar staan nog meer significante cijfers. Dat is het aantal coulomb per mol. Dus je kunt daarmee rekenen als coulomb waar natuurkundigen mee rekenen en mol waar we in de scheikunde mee bezig zijn. Een natuurkundige kijken ook vaak naar stroomsterkte. Een ampère is een coulomb per seconde. En de molverhouding tussen elektronen en een stof, daar willen in de scheikunde naartoe, die staat in de halfreactie. Maar hier de laatste vraag uit dezelfde examenopgave. Ik zet hem even stil. Probeer hem even zelf te maken. Ik ga ik hem even snel laten zien. Je kunt het stilzetten als het snel gaat. We hebben 100 kilogram 4 aminofenol nodig. Dat is deze stof. Die ga ik eerst naar mol rekenen. Ik heb de molmassa nodig. En ik ga uitrekenen hoeveel mol van die stof er nodig is. In de halfreactie, reactie, dat is net wat ik net eigenlijk probeerde te zeggen, kun je de mol van de elektronen en die stof zien. Dat is 1 op 4. Dus er is 4 keer zoveel mol 1 meer nodig. Dan heb ik die constant van Faraday nodig. Hij was hier gegeven, in deze examenvraag. Dit is die zonder net in meer significante cijfers, 9, 6, 4, 8, 5. In ieder geval komt zo'n groot aantal coulombs eruit. We moeten een stroomsterkte, dus dit moeten we delen door het aantal seconden in een etmaal, 24 keer 60 keer 60. Er komt een vrij groot getal uit, maar daar werd al voor gewaarschuwd. 4,09, want dit is de derde ampère, want ampère is hetzelfde als klomp per seconde. Ten slotte kijk op schuikenhavo.nl als je meer wilt oefenen en meer uitlegfilmpjes wilt doen. Oefen veel en heel veel succes met je toets morgen of met je examen.